Mijn naam is Dave Rijmakers en leuk dat jullie kijken naar deze video op dit kanaal. Een tijdje terug heb ik een aankondigingsvideo gemaakt op dit kanaal, waarbij ik heb aangegeven dat ik ook kanalen ga reviewen. En ik moet zeggen, ik heb hier echt ontzettend veel reacties voor binnengekomen, alvast dankjewel daarvoor. En daarom ga ik ook gelijk beginnen met het eerste kanaal. Om het zo eerlijk mogelijk te doen, ga ik helemaal onderaan beginnen met degene die als eerste heeft gereageerd. En deze kanaal is dus ook van Zitaldi, Zitiati, Zitiati. Oké, jongens. Ik weet niet of jullie mij een beetje kennen, alleen ik ben echt ontzettend slecht met uitspreken van namen. Dus sorry als ik je naam verkeerd uitspreek. Ik doe mijn best, maar... Sorry. We gaan gelijk in ieder geval naar je kanaal toe. En we zijn hier aangekomen op zijn kanaal. En als eerste zien we graag de kanaaltrailer. Dus ik zal even gaan kijken. Wat mij eigenlijk al gelijk opvalt bij je kanaaltrailer is dat je niet in de camera kijkt. En ik zou je als tip dan ook willen meegeven om zoveel mogelijk in de camera te kijken. Want wanneer je niet in de camera kijkt en bijvoorbeeld alle kanten op gaat, dan kijk je de kijkers ook niet persoonlijk in de ogen aan. Nou, voor de rest leg je duidelijk uit op je kanaaltrailer wat je gaat doen en wat er op je kanaal te vinden is. Als we verder naar je kanaal kijken, zie ik eigenlijk ook gelijk dat je geen thumbnails maakt. En mijn tweede advies is ook daarom aan jou om thumbnails te gaan maken. Want thumbnails zorgen ervoor dat de kijker in één opslag kan zien waar jouw video over gaat. De meeste kijkers willen namelijk niet hele lange titels lezen, maar willen gewoon één keer zien wat op je kanaal te vinden is. We gaan even een tweede video bekijken van je. Dan ga je even voor de top 5 wat kun je doen als je geen idee hebt. En ook bij deze video geldt dat je het beste in de lens kunt kijken zoals je de kijkers recht aankijkt. Wat me ook opvalt in deze video is dat je geen introductie geeft over je video. Je zou bijvoorbeeld dus kunnen vertellen, net als ik doe bij mijn video's. Yo, mijn naam is Davy en leuk dat jullie kijken naar deze video op dit kanaal. Vandaag gaan we kanalen beoordelen. Zo weten de kijkers ook in één keer waar je video over gaat en wat ze kunnen verwachten in deze video. Als we de video door gaan kijken, zie ik ook dat je een paar keer niet helemaal goed uit je woord komt. Dat is totaal niet erg, sterker nog, deze video die ik op dit moment aan het opnemen ben, heb ik er net ook al een paar keer opnieuw moeten inspreken. Dat ik niet helemaal goed uit mijn woorden kwam bij wat ik wilde zeggen. Maar een handig idee is daar wel voor dat je de stukjes waarbij je iets niet goed zegt eruit knipt. Want wanneer je stukjes laat staan, kan het erg rommelig overkomen. Maar ik zou zeker zeggen, ga vooral door met het maken van video's op het kanaal. En kijk dus de volgende keer recht in de camera zodat je publiek kunt aankijken. Maak thumbnails en zorg dat je stukjes in je video gaat editen. Waardoor de opmaak net iets mooier uitkomt van de video. Dan gaan we gelijk door naar het tweede kanaal. En dat is het kanaal van RS Testing TV. En als we naar zijn kanaal gaan, zien we gelijk al een drone in beeld. Dus kennelijk heeft het kanaal iets te maken met dronevlieging. Laten we eens gelijk kijken wat zijn kanaaltrailer zegt. En zoals ik al dacht, en je ook kunt zien in de trailer, heeft het kanaal veel te maken met sfeerbeelden. Hij zal de sfeerbeeld maken met zijn drone, maar ook bijvoorbeeld met zijn GoPro. Maar ik heb even een video van hem verder bekeken, en dat is deze video, Ameland 2016. Als we deze video gaan bekijken, zien we eigenlijk al gelijk dat er een mooie intro in zit, die duidelijk aangeeft waar de video over gaat. En dat er ook mooie sfeerbeelden zijn die hij heeft opgenomen met zijn drone. Ik zou bij dit kanaal ook nog maar één ding willen zeggen, en dat is ga vooral zo door met het maken van video's. Want je maakt zeer vette video's en ik zou zeker zeggen, ik wil meer van jouw video's zien. Dus ga gelijk gaan abonneren op dit kanaal. En ik ga je gelijk een blauw duimpje omhoog geven op deze video. En dan gaan we door naar het volgende kanaal. En het volgende kanaal wat we gaan bekijken is het kanaal van Pewtker. Als we naar zijn kanaal gaan kijken, zien we al dat hij een mooie banner en een mooie thumbnail heeft. En ook gelijk een kanaaltrailer. Dus we gaan eens even naar de kanaaltrailer kijken wat hierin te vinden is. Nou, we zien als eerste dat zijn kanaaltrailer grappig begint. Maar dat hij vervolgens gaat uitleggen wat er op zijn kanaal te vinden is. Nou, zoals je ook onderaan kunt zien bij de uploads, is het een kanaal waar veel random video's op komen. Zoals sketches, kanaaltrailer, plannen, Q&A's, enzovoorts, enzovoorts. Voor eigenlijk al zijn video's geldt dat ze goed in elkaar zitten, vlot geëdit zijn, dat ze goed gefilmd zijn. Zoals ook bijvoorbeeld de video waarin hij zijn zomerplannen gaat uitleggen. Dat is deze video. Deze video begint als eerste met een paar mooie sfeerbeelden door de tuin heen en vervolgens gaan de sfeerbeelden naar de plek waar hij de video gaat opnemen. Dan zal hij duidelijk ook uit gaan leggen waar deze video over gaat en wat zijn plannen zijn voor in deze vakantie. Nou, ik zou zeker zeggen, het abonneren is op het kanaal zeker waard, dus ik doe me alvast abonneren en ik doe zeker ook een blauw duimpje omhoog. Dan gaan we door naar het volgende kanaal. Dan gaan we door naar het kanaal Gaming for Fun. We zijn alleen met aankomen op zijn kanaal Gaming for Fun. En als we door zijn kanaal kijken, zien we als eerste een kanaaltrailer. Wat natuurlijk altijd een goed teken is, zodat je mensen gelijk kan laten zien wat er op het kanaal te vinden is voor video's. En daaronder zien we gelijk zijn uploads. Wat me gelijk eigenlijk opvalt, is dat hij mooie thumbnails maakt die erg uitnodigend zijn om op te klikken.
Dus ik zou zeggen, dit is zeker een goed punt. En die ronden ook mooi een aantal afspeellijsten die op zijn kanaal te vinden zijn. Als we door zijn kanaal heen gaan kijken, komen we gelijk op deze video uit. Hoe maak ik mijn thumbnails? En hetgeen wat me gelijk opvalt, is natuurlijk bandycam.com, maar ook de zwarte randen die hier om de video staan. Een programma wat ik zelf gebruik om mijn beeldscherm mee op te nemen, dat is Free Capturing. En Free Capturing is zoals het naam zegt een gratis programma waar je jouw beeldscherm kan gaan opnemen. Het werkt ontzettend goed, heeft alleen wel twee nadelen. En als eerste, video's duren gemiddeld 10 minuten en dan begint hij een beetje lag te krijgen. Dus na iedere 10 minuten zal je de video opnieuw moeten gaan starten. En het kan soms zijn dat als je YouTube video's afspeelt, zoals ik net deed, dat ze een klein beetje haperen. Dat zijn de twee nadelen, maar voor de rest werkt het programma ontzettend goed. En ik zal ook een link van dit programma hier onderaan in de videobeschrijving zetten. Als we teruggaan naar de video zelf, dan zien we ondanks bandycam.com en de zwarte randen dat het nog wel een goede video is. En dan legt hij dan ook goed uit hoe dat hij zijn thumbnail zelf maakt. Zo bij dit kanaal zou ik zeker even zeggen, ik doe een blauwe duimpje omhoog en ik ga hem ook gelijk abonneren op dit kanaal. Vonden jullie deze video leuk? Vergeet zeker even niet je blauw duimpje omhoog te doen en te abonneren op dit kanaal als je nieuw bent. Alle kanalen die ik heb gereviewd, die staan hier onderaan in de videobeschrijving en ook een linkje naar een Twitter poll. En in deze poll vraag ik wat jullie het beste kanaal vonden van deze vier. Het kanaal wat na een week als best uit de bus komt, zal een maand lang op mijn Twitter en op mijn YouTube pagina komen te staan als kanaal van de maand. Wil je dus kansen maken? Laat dan zeker even je stem achter en vergeet ook zeker jouw kanaal niet hier onderaan in de beschrijving achter te laten. Want misschien doe ik dan jouw kanaal wel in de volgende video beoordelen. Vonden jullie de video leuk? Vergeet natuurlijk zeker niet dat blauw duimpje omhoog te doen en te abonneren op dit kanaal. En zou ik zeggen, tot volgende week. Wil je nou weten wat ik van jouw kanaal vind? Laat jouw kanaal hier onderaan in de reacties achter. En vergeet ook zeker niet om mijn toestemming te geven om jouw kanaal te gaan beoordelen.